Het is precies 600 jaar geleden dat de stad werd getroffen door de Sint-Elisabethsvloed. In het teken daarvan werd in de Grote Kerk een lesbrief overhandigd. Wethouder Peter Heikoop mocht deze in ontvangst nemen. Ja, dit is een fantastisch initiatief vanuit de Vrienden van de Grote Kerk. Een nieuwe lesbrief. En die heb ik net overhandigd gekregen. En deze lesbrief gaat over de Sint-Elisabethsvloed en over de Grote Kerk. En dat is opgezet vanuit nogmaals de Vrienden van de Grote Kerk samen met enkele scholen en het Onderwijs Cultuurbureau hier in Dordrecht. Dus een heel mooi initiatief. Leerlingen van het Insula College en van de Bavinkschool mochten voor de wethouder een tour maken. Hier mochten ze hem uitleggen wat er allemaal was gebeurd 600 jaar geleden. Achter ons zie je de panelen. Nou, daar wisten de kinderen heel veel over te vertellen. En ze hebben ook een fantastische collage gemaakt over het mooie kenmerken van onze stad. En op die manier zijn ze met het thema bezig geweest. En het is geweldig om daar met die kinderen over te praten. Zullen we die ook opplakken? Ik zag dat iedereen in de Biesbos kwam, dus die hoort wel echt bij Dordrecht. En die heeft ook heel veel te maken met de Sint-Elisabethsvloed, hè? De Biesbos is toen ontstaan. Wat heb je zo net gedaan? Er was daar net een wethouder van de scholen en die ging over de Sint-Elisabethsvloed praten. En we hadden een ding moeten tekenen over Dordrecht. En die moesten we dus op één plateau plakken. En waarom heb je dat gedaan? Omdat het vandaag 600 jaar geleden is dat Sint-Elisabethsvloed in Dordrecht was.